Nou, de reacties waren gewoon superleuk. Mensen zijn erg blij, maar ze vinden het gewoon heel fijn dat aan hun gedacht wordt. Hè. Mensen die voor hun willen doen, de Erpse, Keldings en Boerdings gemeenschap, ja, daar vinden ze werkelijk tof. Dat kunnen ze gewoon zien. Er zaten mensen bij met tranen in de ogen, dus mooi. Krijg ik dat ook. Ze is echt heel goed ontvangen, ze vindt het echt heel mooi. Ja, samen met Ad van Boksmeer en Pieter Antonides hebben we gekeken met een aantal zorginstanties over hoeveel mensen het ongeveer zou gaan. En daar kwamen we al snel dat we ongeveer 300 mensen konden helpen. En uiteindelijk bleek dat ook wel het exacte aantal te zijn die we konden blij maken. Je bent aangemeld door de mensen uit Erp om je te verrassen, zeg maar, met het pakket. Dankjewel. Het is natuurlijk begonnen eigenlijk support your locals om ondernemers te ondersteunen. Dus die vonden het prachtig dat ze en gesteund werden, maar ook een soort basis waren voor het blij maken van dorpsgenoten die het op dat moment vooral emotioneel erg zwaar hadden. En dan is het wel leuk dat het mensen aan twee kanten snijdt en dat de ondernemers daarin ook weer financieel ondersteuning krijgen vanuit hetzelfde initiatief. Zwaai! Nou, heel veel plezier ermee, geniet ervan! Ja, dankjewel, zou ik zeker doen! Hey lieve mensen, we hebben je hulp nodig. We hebben namelijk nog 90 boodschappenboxen te verdelen. Zou je ons kunnen helpen om de laatste adressen bij elkaar te verzamelen? Dan hoeven we niemand over te slaan die een hart onder de riem nodig heeft in Erp, Keldonk of Boerdonk. Zo kunnen we deze mensen blij maken met een boodschappenbox vol lokale producten. Heb je een naam of adres? Stuur dan een berichtje naar Support Your Locals Meijerijstad.